Hey, dag Wesley. Ik ben Axel. Wesley. Merci dat ik je vandaag mag volgen. Geen probleem. Welke opleiding doe je eigenlijk? Ik volg de opleiding als operator. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat is een operator? Dat is eigenlijk iemand die een machine bedient, bepaalde producten klaarmaakt op een veilige manier en tot je product wel van de eerste keer goed is en op tijd kan vertrekken naar de klant. En waarom doe je die opleiding eigenlijk? Ik wou een job omzwaai en dit leek me wel heel fijn om te doen eigenlijk, ook toegekomstgericht eigenlijk. Hoe ben je hier terecht geraakt? Eigenlijk via een uitnodiging van de VDAB. Ik moest dan eigenlijk even een paar uurtjes naar hier komen, hadden zij wat uitleg gegeven over bepaalde opleidingen. Mm-hmm. En heb ik hier eigenlijk een rondleiding gehad en ik was eigenlijk direct verkocht. En hoe ging dat leren in zijn werk hier? Ja, meestal moet je gewoon naar hier komen. Mm-hmm. Dat is dan een volledige dag school. En soms blijf je natuurlijk ook thuis en moet je thuis leren. Thuis leren, hoe moet ik dat dan zien? Ja, online hebben wij een cursus eigenlijk. En daar kan hij eigenlijk alles op aanduiden van dit moet je dan nu vandaag doen tot we je naar huis sturen. En dan kun je dat ook altijd aanvinken tot je dat gedaan hebt, zodat hij dat ziet. Welke opleiding is er nog in het gebouw? Mechanica, je hebt de opleiding elektriciteit, je hebt de opleiding als onderhoudstechnieker en je hebt nog meerdere opleidingen hier. En gebeurt dat soms van, en je doet nu de opleiding operator, dat iemand zegt van, ik zou misschien toch nog graag willen switchen naar technieker? Dat is vroeger wel gebeurd, ja, okay. Klopt. Wat is zo je favoriete machine hier? Ik werk het liefst met de kobot. En wat is dat, een kobot? Dat is eigenlijk een robot die met mensen kan samenwerken. Zullen we er eens naar gaan kijken? Tuurlijk. Wat heb jij hier juist gedaan? Eigenlijk heb ik nu een programma geopend dat eigenlijk met die twee potjes, dat die eigenlijk van plaats kan veranderen en terug kan zetten. Dus dat gaat eigenlijk door behoud van parameters instellen. Mm-hmm. Je moet echt perfect kunnen zeggen wat dat die moet doen. Dit is een simulatie van een slimmer fabriek eigenlijk, dat nu op het komen is. Met robots, alles geautomatiseerd. Dus uw proces start eigenlijk hier en het einde proces stopt eigenlijk totdat het product eigenlijk af is. Wesley, merci voor vandaag. Ik vond het heel interessant, de Cobalt Sim Fabriek. Veel succes met uw stage en job. Dank u wel. Merci, tot de volgende. Tot de volgende, dag.